Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Drumpraat vanuit Studio Hitfabriek te Giekerk. Mijn gast van vandaag is een gelouterde sessiedrummer uit Nederland. Hij is bekend geworden met diverse projecten, maar je kunt hem vooral ook nog dagelijks zien op televisie bij allerlei shows en evenementen. Hij speelt met de mensen uit Volendam, Jan Smit, Nick en Simon. En is bekend ook zeker als drummer van De Beste Zangers, waar hij ook fantastische dingen heeft neergezet. Mijn gast van vandaag is dan ook niemand minder dan Marijn van den Berg. Voordat we verder gaan met Drumpraat 8 en als je straks klaar bent met kijken, ga dan naar de website van keymusic.nl of gewoon naar de Key Music winkel en koop met 5% extra korting je favoriete product. Met deze code, Drumpraat 05. Hey Marijn. Hey Sietse. Te gek dat je er bent. Ja. We kennen elkaar al jaren. Je hebt natuurlijk met ontzettend veel artiesten gewerkt. Je hebt met internationale artiesten gewerkt. Onder andere ook met Jan Akkerman bijvoorbeeld. Ineens valt alles stil, want we hebben ineens een gigantische crisis. En dat is een vraag die ook mijn andere gast ook gesteld heeft. Hoe is dat bij jou binnengekomen en hoe vang je dat op? Wat doe je? Ik heb er niks van gemerkt. Nee, ja, echt dat ik zit inderdaad vooral helemaal stil, want ik geef geen lessen zo. Maar ik heb nog wel mijn studio en af en toe wat televisiewerk. We hebben van de zomer nog wat kunnen doen met de tuinen van Brielen en zo. Ja. Dus er is nog wel wat gebeurd, maar het is natuurlijk dramatisch. Ja. Maar goed, er zal wel weer een eind aankomen. Dus ik heb hem al lang bij neergelegd. En ik heb nu zoiets van, ik hoor het wel weer als het achter ons ligt. En dan gaan we weer verder. Maar anders word je alleen maar gefrustreerd, joh. Maar, heeft geen zin om je energie aan te verspillen. Beetje wielrennen misschien? Beetje fietsen. Beetje af en toe nog wat studeren. Ja. Maar ja, als je er helemaal niks hebt om naartoe te werken, dan vind ik dat studeren wordt ook steeds lastiger. 8 maanden lang. Ja, want je hebt wel echt een doel nodig. Ja. Zo werkt dat voor jou. Voor mij, een doel of niet per se, want nu mis ik het drummen wel. Dus dan kan ik wel mezelf ertoe zetten om een beetje coördinatie te doen en in mijn hok in te gaan. Nou, maar ik ben natuurlijk iemand die eigenlijk elke dag speelt en eigenlijk nooit studeert. Omdat je altijd onderweg bent en dat je geen zin hebt om alsnog je hok in te gaan. Maar het is, er zal wel weer een eind aan komen, joh. Ja. En ik mis die routine gewoon ook heel erg. Ik heb nu wel af en toe, dan doe je een televisieshowtje of dit of dat. En dan moet je denken, dan pak je die hardcase uit de auto. Oh, jezus, jongen, was dat ding altijd zo zwaar? Ja, precies. Terwijl normaal, het ding erin, eruit. Ja. En dan denk je even, je bent alles ontwend. Ik ben echt zo'n diesel die een beetje moet spelen. En elke dag moet spelen en dan gewoon reps. En zijn dingetjes doen, weet je wel. In zo'n flow komen. En nu is dat alles is een ding op zich. Ja. Terwijl bij ons was het altijd een rollercoaster van alles opeenvolgend en door elkaar heen. Ja, maar jullie hadden het altijd erg druk met Die lockdown in maart, die eerste keer dat ze zeiden van we moeten 3 weken stoppen. Toen had ik eigenlijk zoiets kom er niet gek uit. Hè. Even 3 weken niks. Ja. En daarop denkend van, na die 3 weken... Dan gaan we weer los. Pakken we de draad weer op. Ja, dat liep even anders. Dat liep even anders, ja. Ja. Goh, maar goed, daarvoor was het echt die maand december. Dan ga je echt van een kersttoer met Nick en Simon. En tussendoor een oudejaarsshow wat op tv is. Voor de Avotros, weet je wel. Dat is ook wat ook een grote show is, weet je wel. En dan, noem maar op. Nog even shows Bekers, jubileum, concert. Nog even tussen kerst en oud en nieuw. Mm-hmm. Ja, joh. Het was echt maar dat daar gedijk goed onder. Ja, precies. De drukte. Ja. Nou ja, goed. We gaan in ieder geval even lekker kletsen in de studio. Dan gaan we even lekker achter onze drumset zitten. Dus wat dat betreft, we gaan los. Hey Marijn, te gek dat je er bent. Daar zitten we in Giekerk, studio Hitfabriek. En wat voor drumset heb je bij je? Dezelfde als jij. Ja, dat denk blijkt ik zomaar zo te zijn. Ander kleurtje, maar hetzelfde smaak. Wat vind je ervan? Ik ben er heel blij mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben er met al die. Ik heb nu wel meer dan 1 drumstel. Heb je altijd deze setup? Nee, dat varieert. Hangt ook van drumstel af. Van deze heb ik gewoon 18, 12, 14, 16. Soms speel ik met als het echt klein is, speel ik met 8, 14, dus dan 10, 16. Nou, als ik echt groot. Weet je, het hangt een beetje van af. Meestal als ik zelf moet showen en zo, dan is het al, vind ik het al wel genoeg, hoor. Ja. Maar als het groot is, weet je, als je een grote gig hebt en je hebt gewoon je moet veel Collins doen. Ja. Dan kom je natuurlijk met 2 toms niet echt weg. Nee.
Dus dan neem ik wat groters mee, maar dan heb je het ook echt over iets groots. Maar meestal speel ik wel klein. Klein, zeg maar vierdelig, vijfdelig. De mensen kennen jou eigenlijk ook heel erg goed van de producties die je doet met de Volendamhoek, zeg maar. Jan Smit, Nick en Simon. Maar vooral natuurlijk ook van De Beste Zangers. Ja, want dat is een buitengewoon grote succesformule in Nederland. Dat gaat natuurlijk geweldig. En dat doen jullie ook prachtige, hele bijzondere dingen. Maar daar gebruik je eigenlijk niet deze. Hè? Wat heb je daar? Nee, dat wisselt al. Nee, ik ben daarmee begonnen met een oude superstar. Voor de allereerste paar jaar. En de laatste tijd, ja, ik heb gewoon een paar drumsters die zitten bij ons vaste geluidsbedrijf. Dus er staat een Star Classic, die is helemaal opgebouwd, weet je wel. Die zit op een brak en die reizen zo het podium op, gemaakt er wel. Maar er is ook, ik heb ook een kist en daar zit een Tama Superstar Hybrid in. Ja. En die gaat meestal mee als ze dus niet met een kist zo ergens naar binnen kunnen. Hier kan je niet met een Rolling Reiser naar binnen. Maar wel met een kist, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, precies. Om. En die gaat overal mee naartoe, maar dat is ook mee naar Ibiza. En daar zitten nu al een paar jaar gewoon een Tama Superstar in. Het bevalt goed. Dat bevalt prima. Ja. Dat is echt, je hoort het. Luister maar. Ik bedoel, het klinkt prima. Ja, het klinkt geweldig. Dus het is niet altijd dat het maar heel duur moet zijn. Het komt ook uit je handen en hoe je stemt. En dat hangt natuurlijk vanaf hoe het gemixt wordt. Als het slecht gemixt wordt, dan maakt het niet uit wat je geeft. Dat merk ik in mijn studio ook wel. Ik neem natuurlijk best wel veel drums op. En ik weet gewoon wat ik aflever. En meestal klinkt dat helemaal goed. Maar je hebt soms ook wel eens het ding van, had wel beter gekund of zo. Ja, precies. Dus daar ben je toch aan overgeleverd. Hey, jij werkt met verschillende artiesten in het land. Zoals ik net zei, artiesten als Jan Smit. Maar je speelt bijvoorbeeld ook bij Jan Akkerman. Ja, dat is al 19 jaar. Ja, dat is best lang al. Ja. En heb je daar ook, artistiek gezien, heb jij ook ergens een ander soort insteek bij bijvoorbeeld de Volendam mensen of bijvoorbeeld bij zo'n project? Benader je dat anders? Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben gewoon echt een pocket drummer. Ik bedoel, ik ben niet zo'n, ik ben echt een drummer. Ik ben een muzikant die drumt. En ik ben geen drummer die drumt. Dus ik ben eigenlijk niet zo heel erg into de alle snelle dingen doen en zo. En dat komt natuurlijk ook een beetje door, ja, het repertoire. Als je met Jan speelt, de mensen willen dunka, 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 weet je wel. En die willen niet, dan hebben ze het niet nodig. Nee. Hebben ze niet nodig. Als je 10.000 man in de zaal hebt, dan speel je voor 10.000 mensen. En niet voor die misschien 100 drummers die aanwezig zijn. Maar je speelt voor die 9.900 andere mensen. En voor de band. Dat moet gewoon lekker, ik wil gewoon lekker grooven. Weet je? Ik wil gewoon dat iedereen happy is. En zo'n drummer ben ik. Dus in die zin, zo speel ik ook bij Jan. Alleen bij Jan heb je natuurlijk veel meer vrijheid. Om dingen open te gooien, om dingen anders te benaderen. Terwijl normaal, als je echt shows doet, ja, dan weet je toch vrij zeker wat je gaat doen. Dan gaat zo'n liedje niet anders worden. Meestal helemaal niet, omdat er meestal gewoon klik mee loopt. Met soms wat audio of wat daar maar voor is. Ja. En bij Jan is het natuurlijk allemaal uit de losse polsen. Dus dan kun je gewoon echt lekker muziek maken. Duurt de solo 5 minuten, duurt die solo van hem 5 minuten. Dan moet je 5 minuten bouwen. Maar duurt het 10 minuten, ja, dan ga je moet je 10 minuten, weet je wel. Het wordt gewoon echt meer, wat dat betreft, vrije muziek gemaakt. Wat ik hartstikke leuk vind. Maar het is niet zo dat ik daar nou in één keer heel anders ga spelen of zo. Ja, ik, als ik jou zie spelen vaak, dan valt mij altijd op dat je heel duidelijk ook, zeg maar, echt heel op je punt gaat spelen. Hè? Dus heel duidelijk in je hi-hat en in je snare. Er is geen discussie mogelijk, is er gewoon. Ja. Hoe heb je dat ontwikkeld? Of wat is de visie daarachter? Of de opvatting? Kun je daar eens iets over zeggen? Nou ja, mijn opvatting is gewoon dat ik als drummer eigenlijk gewoon moet aangeven en moet bepalen welke kant het uitgaat. En ik kom natuurlijk nog uit de tijd dat er geen oortjes waren ook. Hè? Wij moesten vroeger in balans spelen. Ja. Kijk, tegenwoordig, als jij de hi-hat niet goed hoort, dan vraag je aan je mooie man, mag ik wat meer hi-hat? Ja. Terwijl, en als je vroeger met een band op een podium stond, en dat was dan zo. Dan moesten ze jou kunnen horen als je onversterkt speelde. Ja. Dus je moest in balans spelen. Nou, en de hi-hat is voor heel veel mensen toch een duidelijkere puls. Mm-hmm. Tegenwoordig heb je een kliktrek, dus je kan daar veel meer mee spelen. Maar vroeger speelden de mensen gewoon op de hi-hat. Daar staat altijd je. Daar zit je timer in de hi-hat. Daar kunnen mensen zeggen, oké, daar zitten de achtste. Kijk, als ik één keer in de zoveel tijd doe, daar kan je niet echt op spelen. Nee. Maar op dit.
die hi-hat is dan toch voor heel veel mensen gewoon een heel duidelijk gegeven van, dat geeft veel puls. Ja, dus je timed ook echt op je hi-hat? Nou, ik geef daar wel veel energie aan vaak. Ja, nou, dat is ook zo. Dat herken ik ook. Maar goed, dat komt natuurlijk nog van vroeger weg. Ik kom nog uit de tijd bij Van Zonder Klik. Dan moest je het zelf allemaal maar doen. Tegenwoordig is alles met klik. Als je nou een medley... ik had vroeger een bloedhekel aan medleys, jongen. Want dan, ik heb jarenlang geoefend om strak één tempo te kunnen vasthouden. Dat je eindigt in hetzelfde tempo als waar je in begonnen bent. En dan vervolgens laat je een medley spelen waar na één minuut in één keer een volkomen ander tempo is. Van een hak op de tak. Van een hak op de tak. En een heel ander feel. Is nu niet meer zo erg. Je hoort gewoon op je hoofd hoor je vaak aftellen. En dan weet je van, oké, dat tempo inzetten. Maar vroeger moest je natuurlijk als drummer moest je dat in één keer maar neerzetten. Ja. Maar dat is, wat dat betreft zijn de tijden echt wel super veranderd natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat er niet veel mensen meer zijn die zonder klik spelen. Die echt nog uit de, zoals wij met Jan gewoon uit de losse pols spelen, weet je wel. Ja. Wij met de Centimeters. Laatst nog een iets moeten opnemen voor Serge. Van Humble Heroes. Dat is een ander soort programma. Serge Bredewold, bassist. Ja. Ja, waar ik ook al 100 jaar een maatje is. En dan hebben we ook gewoon... mochten met de Centimeters. Hij had een interview, weet je wel. En daarna mochten we hebben met Centimeters wat onze band van vroeger was. Ja, gewoon eigenlijk weer eens gewoon... en gaan, weet je wel. Ja. Terwijl normaal is het gewoon 1, 2, 3, 4, hoor je op je hoofd en gaan. Ja, zeker. Want die producties, daar zit jij heel veel in. Dat je echt heel veel met backing tracks en al dat soort dingen. Ja, zo, zeker die grote shows. Als je gewoon, zo'n oudjaarsshow. Dat is natuurlijk vanaf minuut 0 tot na 2 uur 41 minuten en 52 seconden. Als dat zo lang duurt, komt dat gewoon van de computer af. Bij wijze van. Ja. Dat is gewoon allemaal, wat er hangt van. Nou, dat is natuurlijk niet alleen maar dat daar wat audio mee loopt. Maar heel vaak zit de tijdcode aan. Dus als je LED walls hebt, en dan komt er op die LED wall op het juiste moment een shot van een zanger of weet ik veel. Je kan daar allerlei dingen mee doen. Dus dat zit allemaal links van mij. Dus daar heb ik gewoon een computer. En daar heb ik dan... Maar jij start dat allemaal in. Dan start ik allemaal in. Ja, feitelijk is het dan zo'n live show. Is eigenlijk niet meer alleen een concert. Maar het is eigenlijk gewoon een live videoclip bijna. Omdat alles dan gelinkt is aan die tijdcode. Ja, het is allemaal zo. Ik loop allemaal tijdcode mee. Zodat het licht waar licht op loopt. En special effects. En weet ik veel vuurwerk. En noem maar op. Ja, precies. Dat kunnen ze er allemaal op vastleggen, zeg maar. Ja, en dat regel jij dan? Nou ja, dat regel ik niet. Dat regelt Marcel. Ja. Maar ik krijg dat naast me. Ja. En ik heb die makers. Dus ik moet gewoon... Als ik aan het spelen ben, dan ben ik eigenlijk helemaal niet... Dat drummen, dat is dan een soort van... Dat doe je erbij. Ja, precies. En je hebt gewoon een draaiboek. Net zoals bij live televisie. Ja. En je weet gewoon van... Nou ja, we gaan zo meteen het volgende nummer. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, een voorbeeld? Hoe bedoel je een voorbeeld? Nou, uit een show van Jan Smit. Sinfonica Rosso bijvoorbeeld. Ja. Dat was alleen helemaal. Dan heb je alleen maar. Dan heb je twee computers naast je. Als de ene crasht, dan moet je het snel overschakelen op die andere. Okay. Dus je bent aan het spelen. En je bent. Ja, dat hoef ik niet te spelen, want dat maakt niet uit. Maar dan ben je bijna aan het eind van het nummer. Denk van: oké, wat was hier de bedoeling? Gaan we gelijk door? Moet ik gelijk doorstarten? Komt er een aankondiging? Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Weet je, en staat mijn maken goed? Als ik gelijk. Staat mijn maken goed? Kan ik gelijk door? Kijk. Want als je maken niet goed staat, of twee te ver staat. Dan staat je verkeerde nummer in. En dan ben je echt lul. Want dan heb je de verkeerde. Dan gaat alles, loopt alles in de soep. Is dat wel eens gebeurd? Nee, het is nooit gebeurd, nee. Nee. Maar daar ben je natuurlijk heel erg gefocust in. Dat is belangrijker dan of je een klap mist op je snare. Ja, weet je wel? Bijzonder, hè? Dat eigenlijk qua rol dat je eigenlijk ontzettend veel taken erbij krijgt. Dat drummen eigenlijk vanuit die positie natuurlijk wel heel belangrijk is. Want dat is wat je doet. Maar dat daar eigenlijk een soort... Dat is bijna een soort bijrol dan. Ja, een bijrol. Ja, dat is het nooit. Maar het is wel één van de dingen die je doet. Multitasken. Hoe heb je je daarin ontwikkeld dan? Ja, daar ben ik zo mee gegroeid, joh. Ja. Ik ben daarin meegegroeid. Kijk, ik ben nog van het tijdperk dat er geen e-mail was, man. Ja. De allereerste mobiele telefoons. Dat hebben wij nog zien komen. Nee, ja. Ik bedoel, de eerste keer computer. Dus gewoon, ik had dan Pro Tools thuis. Dus Pro Tools. Ik werk altijd nog steeds met Pro Tools. Heel veel mensen doen Ableton. Ja. Ja, ik kan gewoon, vanaf het begin dat ik met computers werk, werk ik met Pro Tools. En dan kan ik gewoon heel makkelijk dingen heel snel even veranderen. En dat werkt gewoon voor mij goed. Ja. Dus er gebeurt ook wel veel. Volumes even nog net even aanpassen. Nog even dit, nog even zachter. Dit nog even harder. Even korter maken, het eindje. Weet je wel, als je snel door moet. En de track, die loopt heel lang door. Mm-hmm. En je wilt al doorstarten. Weet je wel, dat lukt dan niet. Nee. Dan maak je het snel nog even korter. Tijdens repetities ben ik eigenlijk alleen maar bezig met
dat ik vanavond, als het echt goed moet zijn, dat ik niet geen zorgen hoef te maken of ik daarna moet denken van, oh shit, ik moet eerst op de spatiebalk drukken voordat ik de volgende maken kan doen. Zo, ja, weet je wel? Ja, want anders gaat hij gelijk door. En dat moet niet, weet je wel? Ja. Dus daar ben je heel druk mee. Heel daar gewoon, of hadden we vorig jaar, was dat een voorjaar? Ik weet niet meer, want ik doe het werk al lang. Ik denk vorig jaar hadden we een grote songfestivalshow en er kwam ook alles van de computer. Maar er waren ook heel veel dingen die speelden wij niet. Dus, maar er waren artiesten van over de hele wereld. Maar er waren ook, die wouden dan niet met band en dat moest dan ingestart. Maar dat had ik ook allemaal in de computer. Oh. Dus dan was ik aan het spelen en dan kwam er weer iemand dat weer de verkeerde MP3, of gewoon MP3, weet je wel. Ja. Geen WAF, nee, MP3. Hadden ze dan de verkeerde, weet je wel. Maar dan ben ik aan het spelen en dan komt dan die muziek, ja, de muzikaal begeleider van een of andere, ja, weet ik veel, Dana International, weet ik veel. Die dan zegt van, ja, you've got the right, ik ben aan het werken hoor. Ja. Dan hebben we 5 minuten, dat dit voorbij is. You're ja. The first one, ja. Weet je wel. Ja. En dan ben je voor de huizen gestapt. Ja, wat wil je dan? Ja, oké, nee, kom goed hoor, kom goed. Oh. En dan moet je eigenlijk weer wat anders doen. En tussendoor snel even die goede waf op de goede plek zetten. Zodat de volgende keer dat wel voor elkaar is. Ja, ja, ja. Dat is wel stressvol. Ja. Maar goed, daar gedij ik wel onder. Want als het allemaal heel makkelijk is, dan wordt het ook saai, toch? Ja, dat is ook zo. Nou, het zal een hele kunst zijn om er straks weer in te gaan. Dan, als de coronacrisis voorbij is en je weer een beetje in je routine zit. Ja, dat, jawel. Maar kijk, we zijn er natuurlijk al een poosje uit geweest. Ja. En dan had ik van de zomer weer een paar van die dingen. Je had het Olympisch Stadion, had je de Amsterdamse zomer. Je had in Brielen, had je de tuinen. En zo waren een paar van die dingen. Marcel had in zijn tuin hartstikke leuke tuinconcertjes. En, maar toen dacht ik wel van, oh, dan moest ik een keer met een showtje doen met Yves Berensen. Wel hartstikke leuk. Ja, wel leuk, daar speel ik wel vaker mee. Maar dat is niet repertoire. Kijk, met Nicky Simon, dat doe je gewoon dag in dag uit, zeg maar. Ja. En Yves, dat is dan zo'n, ja, daar speel je 1 of 2 keer per jaar mee. En doe je Caprera, Bloemendaal of zo. Hartstikke leuk, weet je wel. Maar dat is niet iets wat je dan helemaal beheerst. Wat je gewoon weet van, dat kan je uit je hoofd doen. Dan moet je wel lezen. Precies. Je? Dus ik dacht wel van, nou, maar dan ga je zitten, joh. En dan ga je toch gewoon een showtje. En dan zeg ik, 6 zo meteen, dan geef ik 3, 4, weet je wel. Dat zit er wel. Ja. Waarschijnlijk, als ik straks met Alzheimer in een bejaardenhuis zit, dan zeg ik nog, ik geef zo meteen 3, 4. Ja, 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 ja. Bij wijze van, het zit gewoon ingebakken, denk ik. Ja, klopt. Ja, dat denk ik ook. Hey, even over jouw setup nog. Hè. Heb jij ook een voorkeur voor bekkens? Is dit jouw vaste setup of wat gebruik je? Nou, ja, ik heb heel veel bekkens, hè. Dat vooropgesteld. Ja. En zoals dit zit gewoon in mijn auto. Dit normaliter. En dat gebruik ik gewoon voor live, studio. Soms neem ik wat extra's mee als ik naar de studio ga. Ja. Maar dit is wel een beetje mijn live setup, zeg maar. Wat ik gewoon standaard in de auto heb. En ik heb dan bij Volendam natuurlijk, wat je dan Volendam noemt. Dat is een triple show techniek. Die jongens die hebben dus 2 backer sets van mij. Wat dan gewoon die ene in de kist zit en die andere op dat drumstel wat aan. Maar dat zijn dan een A-custom set en een gewone A-set. Ik heb nog een set Constantinopels. Ik heb in mijn studio heb ik weer een heel andere, veel grotere questions en een 22 inch, weet je wel, ride. Hmm. Voor wat, dus ja, ik kies soms ook wel, maar meestal doe ik het wel met wat er in de auto ligt of zo. Ja. En meestal werkt dit werk gewoon goed voor bijna alle dingen. Ja. Hey, over die beste zangers. Als jullie zo'n show maar opnemen met al die mensen, hoe gaat zo'n voorbereiding? Hoe bereid jij je dan ook specifiek voor? Nou, wij krijgen gewoon de audio opgestuurd. Maar daar heb je eigenlijk niet zo heel veel aan. Omdat er meestal wordt er van alles veranderd nog. Ja. Dus ik zorg wel dat ik de vorm heb van het liedje. Dat ik weet wat de feel is. En ik denk meestal daarna van, nou ja, welke kant zou het op kunnen? En nou ja, dan gaan we dus naar de wisseloord. En dan hebben we eigenlijk 3 uur per artiest om al die liedjes, die 7 liedjes die ze dan moeten doen, te repeteren. Dat doen we in 3 uur. En soms komt de artiest met een idee, soms komt nou, zeg maar, weet je wel. Soms wil iemand gewoon dat liedje doen, zoals het is. Maar heel vaak komt, het laatste seizoen was, waren heel veel, die artiesten al heel goed, Milo en Digidex, die hadden echt al wel over nagedacht. En die hadden echt wel, maar meestal, het lukt, vind ik dan, als je daar komt en je gaat zitten met die band, en dan komt Gregor met iets van Marcel, die heeft meestal ook wel heel veel de input. Soms zeg ik van, joh, je moet eens, zoals bij zij weten van Tino Maarten bijvoorbeeld, zeggen van, denk eens aan dat nummer van Tino. Misschien kunnen we dat op die manier spelen. Dan wordt het echt zo, dat het meer van Tino is. Weet je? Zo heeft iedereen een beetje zijn inbreng. En zo ontstaan die nummers. Nou, dan spelen we, als we eenmaal weten wat we gaan doen, spelen we het 1 keer en nemen we het op.
En vervolgens die opnames krijgt iedereen. Dus als je dan vervolgens naar Ibiza gaat, zorg ik dat ik die opname, dat ik iets soortgelijks doe als wat ik op die opname heb gedaan. Ja. Maar ik probeer alles zo min mogelijk op te schrijven. Als ik echt een drum, als jij mij, ik kan al lezen toen ik 4 was, weet je wel. Als jij mij een drumpartij geeft, kan ik die helemaal naadloos precies zo spelen. Ja, dan moet het niet van Zappa zijn, want dan lukt het niet. Weet okay. Maar als jij mij gewoon een drumpartijtje geeft, kan ik hem lezen. Ja. Maar het gevaar is, als je dat doet en je schrijft er veel uit of zo, ja, dan ga ik die ook willen lezen. Dat is dan een soort van autisme of zo, weet je ja, wel. Dan ga je niet denken van, ik speel zelf wel een veel. Nee, dan is het ook de sport om dan te proberen die veel zo te spelen. Dus ik probeer eigenlijk om in dat moment te komen van dat liedje, probeer ik zo min mogelijk informatie op te schrijven. Zodat je wel blijft luisteren en niet gaat lezen, maar gaat luisteren om je... En dan heb je gewoon alleen een vormschema of zo? Ja, wel een groove. Wel een groove, een 8-maat of zo. En dan ja, een fill of zo. Of geen fill. Of ik, ja, het is maar net ook wat ik bedacht heb, weet je wel. Mm-hmm. Soms, en dat is leuk, joh. Je kan gewoon dingen benaderen op de manier wat jij wil. Ja, als jij dan een lied zou moeten noemen, hè, want jullie hebben best ook veel hits gehad eigenlijk vanuit dat concept. Wat is dan voor jou het meest bijzondere nummer geweest? Ja, er zijn wel heel veel mooie dingen. We hebben heel veel mooie dingen gedaan. Maar als je nu één zou moeten noemen? Ja, ik vind het duur te lang. Die kwam wel als knijter binnen natuurlijk. Wat speelde je daar? Een vrij sumier. Laat ze horen. Ik probeer altijd zo te bedenken, wat is zo'n nummer nou echt nodig? In plaats van maar te gaan spelen omdat je wil spelen, probeer ik altijd maar te denken. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel gespeeld. En dat is ook het mooie natuurlijk aan die... Ik heb geen hi-hat gespeeld als time. Omdat we natuurlijk, wat ik je net zeg, vroeger was je drummer, was iedereen speelde op de drums. Ja. Tegenwoordig heeft bijna iedereen kliktrek aan staan. En ik heb dan, dat is wel leuk om te vertellen, als wij met metronoom spelen of zo, of met de band. Ik heb echt gewoon een masterfader, een broodje, een fader uit een mengtafel. En daarmee bepaal ik of de jongens klik krijgen of niet. Dus okay, als Gregor alleen een intro heeft van een ballad, bijvoorbeeld, hè, of Gregor of Bas van de Heuvel, weet ik, maakt niet uit bij wie ik speel. Ja. Dan kan ik dus zeggen van, ik zet tempo 60 aan, ik geef 3-4. Weet je wel, of diegene die kan, als ze met alleen gitaar en piano beginnen, weet je wel. Dan zeg ik 3-4 aan, zeg ik van, begin maar als je zin hebt. Nou, dan zet ik die veder aan. Dan heeft hij klik. Op het moment dat ik... erin kom... ja. Ik veder uit. Dan moeten ze wel... op mij gaan inlokken. Ja. Want dan hebben ze die klik niet meer. Dus dat werkt hartstikke goed. Ja. Nou, in het geval van de beste zangers... liepen we dat nummer gewoon een klik door. Het hele nummer. Dus dan kan je, daar kan je dan mee spelen. Dus ik had op een gegeven moment... daar dacht ik van, dan ga ik hem heel open doen. Dus... geen hi-hat, geen time. En toen kwam een open stukje. Ik denk van ja, ik kan nou hi-hat doen of ik kan dingen doen. Maar toen dacht ik van, ik doe gewoon... omdat het warm klinkt. Ja, zo probeer ik een beetje te zoeken. En dan bouw je hem van daaruit weer op. Ja, en van daaruit bouw je het weer op. Ja. Dus je bent op dat moment eigenlijk ook heel bepalend voor het arrangement. Zoals het dan op dat moment neergezet wordt. Ja, maar dat is soms ook meer geluk dan wijsheid natuurlijk. Ja, maar dat is ook wel weer mooi, toch? Ja, ik ben wel trots op die drumpartij. Maar vooral ook, ja, vroeger toen ik heel veel studeerde... Kijk, vroeger speelde je 3 keer in de week en studeerde je 5 keer. 5 dagen. Ja. Nee, dat kan niet. Ja, de 4, 3 keer spelen. Of je ging die dagen ook nog studeren. Ja. En dan was je jonge hond en dan was je alles kwijt. En je moest laten horen hoe goed je was. En nu probeer ik gewoon echt te zoeken van hoe kan ik het liedje nou zo mooi mogelijk laten klinken. Met zo weinig mogelijk, zonder dat het saai wordt. Weet je wel, met zo, gewoon zo weinig mogelijk informatie. Of tenminste niet per se zo weinig mogelijk, maar dat het dienend is voor het liedje. Exact. In plaats van dat jij overpleedt. Want dat hoor je veel. Hè, drummers die dan gewoon maar, omdat ze nou eenmaal zin hebben om te fillen, maar in die 4e maat alweer in de fill gaan spelen. In die 4e, of als je een liedje speelt... Weet je wel, maat 8 is ook maar maat 8. Maar je kan maat 8 ook... Als dat maat 8 is, dan heb je een fill. Dan geef je aan van, hey, we gaan een nieuw rondje in. Weet je wel? In plaats van dat je daar al... alsof je naar de bridge gaat, weet je wel? Met je zinloze geweld, zeg maar. Ja, zinloos. Het is smaak, hè? Het is smaak. Ja. En het is niet mijn smaak. Ik probeer gewoon wat rustiger... Maar zou jij je stijl ook zo willen kenmerken... Ik weet niet hoe ik mijn stijl moet kenmerken. Nee, maar
als je dat zelf zou moeten... Ik doe, eerlijk gezegd, doe ik altijd, eigenlijk altijd maar wat, hè. Ik denk er niet zo heel erg over na. Je hebt ook van die drummers, die bedenken een drumpartij die perfect is voor het liedje, wat waarschijnlijk ook zo is. En, maar als jij mij in de studio een take laat doen, en die moeten doe er nog in, dan kan ik gewoon compleet wat anders doen. Misschien op een bepaald moment doe ik hetzelfde, maar dan denk ik van, ja, de eerste take heb je al. Ja. Dan kan je beter de tweede take iets anders doen, want dan heb je dan wat te kiezen. Ja. En zo heb je ook wel eens, dan heb je zo'n videoclip opnames of zo. Dan heb ik wel geen idee meer wat ik gedaan heb, weet je wel. Dan zit ik dan zo van, ja, of nou, dan moet ik mezelf gaan playbacken. Nou, dat kan ik dus echt niet. Nee. Omdat ik gewoon vaak niet, ja, bepaalde liedjes wel natuurlijk, als het echt, maar echt precies te veel of zo. Wel iets, ik weet wel iets wat ik ongeveer wel in die trance zal hebben gedaan, omdat ik dat meestal dan op zo, in zo'n liedje, je hebt toch een soort van vocabulaire opgebouwd waar je op terugvalt voor een bepaalde stijl, weet je wel? Ja. Dus maar je hebt een manier van spelen die eigenlijk heel doelgericht, maar heel dienend en ondersteunend voor het liedje is. Dus wat is de toegevoegde waarde van datgene wat je op dat moment speelt in relatie tot Wat hebben jullie nodig liedje? Van mij? Wat hebben ze nou eigenlijk nodig om lekker te spelen en dat ze lekker in de vel zitten, dat ze lol hebben en dat het leuke... Wat heeft zo'n artiest nodig? Ja. Als ik met Django Wagner op een podium sta, wat heeft hij van mij nodig? Nou ja, heel veel artiesten zijn ook gewoon heel erg gewend. Die spelen bijna nooit met band. Dus die zijn heel erg gewend aan die band. Als je dan iets anders doet... Ja. Weet je, soms kan het een synth-ding zijn. Gewoon één plingeltje, waardoor zij weten van nu moet ik inzetten. Ja, dat is het, hè? En als die er dan niet is, dan zijn ze paniek. Ja. Draaien ze zich om. Ja, dat klopt niet. Dus misschien hoeft maar één triangel-ding, plingel-ding te zijn, weet je wel. Ja, en dan zijn ze eraf. Ja. Dus dat is... Je moet gewoon zorgen dat de mensen bij wie je speelt, dat die het naar zijn zin hebben en dat je het zelf ook naar je zin hebt. Maar dat heb ik al gauw. Ik vind het gewoon lekker om op pad te zijn. Weet je wel, ik ben ook geen clinic, man. Ik doe nooit clinics. Omdat ik vind alleen een drumstel, joh, even een montering eigenlijk gezegd hier zo. Twee van die drumstellen bij elkaar. Ja. Maar ik vind het gewoon lekker om met mensen samen te spelen. En dan samen iets creëren, lekker samen spelen, weet je wel. En dat is natuurlijk ook weer, er ligt ook weer een limiet aan. Want dat vind ik leuk, als we lekker een uurtje spelen of zo. Maar ik heb ook wel eens een dag gehad. Dan hebben we eerst Dutch Valley en daarna de Woerdense Zomerweek. Eén dag, hè. Dus dat houdt in dat je om 10 uur op Dutch Valley terrein, of hoe heet dat, de Spaan Wouden. Dan moet je repeteren met een paar artiesten die waar je nog nooit mee hebt gewerkt of die onzeker zijn. De rest van de artiesten verschijnt gewoon op het podium. Ben je van 11 uur tot 2 uur of zo. Nee, voor mij begon de show. Moet ik even goed zeggen. Ja, 1:30 begon volgens mij die show. Dus zeg maar, van 10 tot 1 ben je aan het repeteren. Heb je een 30 minuten vrij. Ben je van 2:30 tot 6 continu aan het spelen. Dus je kan er niet af. Je zit alleen maar achter het drumstel, alleen maar te beuken. 4,5 uur lang. Ja. Nou, dan heb je 1 uur de tijd van 6 tot 7 om te zorgen dat je in Woerden komt. Daar moet je even soundchecken. Dan heb je nog tot 8 uur de tijd om te zien of je wat kan eten en wat plassen. En dan van 8 tot 12 weer 1 set. Beuken. Nou, dan denk je op een gegeven moment om 1 uur of 10 kijk je wel op je horloge van hoe lang gaat dit nou eigenlijk nog duren? Ja, 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 ja. Dan is het wel uitzitten. Dan is het gewoon. Maar dan is het ook fysiek gewoon zwaar. Ja. Dus dan is het gewoon continu. Was het warm? Hoeveel kan ik drinken? Hoeveel moet ik drinken dat ik geen kramp krijg? Hoeveel kan ik drinken dat ik niet naar de wc hoef? Ja. Daar ben je continu mee bezig. Ja, dat is heftig. Ja, ik sprak natuurlijk, kijk, Marcel Seriussen, ook gast bij ons, die sprak ik natuurlijk ook even over de toppers, want dat doe jij dus tegenwoordig. Dat was ook weet niet, ik heb het overgenomen, hè? Ik deed het voor eenmalig eigenlijk, omdat Leon ziek was. Maar dat is ook een lange voorstelling, zal ik maar zeggen. Daar zit je ook 3,5 uur achter elkaar non-stop te spelen, zo'n beetje. Ja, maar goed, toen ik die dag had gehad, toen dacht ik van, nou, maar dit... Nu kan ik alles aan. Als ik dit overleef, 4,5 uur aan 1 stuk en 4 uur aan 1 stuk. Ja. En dat gaat goed. Toen ze me belden voor de top, het is wel 3,5 uur. Ik zei, ja, ik heb wel eens gekker gehad. Ja, 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 ja. Ja, het is wel pittig. Het wordt wel eens onderschat, denk ik. Ja, het is wel pittig, maar het is ook gewoon, weet je waar we bij de toppers weer was? Ze hebben daar gewoon één iemand die computer klaarzet voor Mas. Mas staat hem in, hè, de bandleider, Mas Schim. Maar iemand zit er klaar. Dus daar heb je helemaal geen zorgen aan. Okay. Ik kon daar gewoon drummen. Meestal als ik dat doe, die show waar ik het over heb, heb ik ook die computer. En dan heb je sommige mensen die hebben wel wat van de computer. En sommige mensen niet. Dus dan moet je alweer nadenken van, wel, als alles in de computer zit, dan weet je gewoon dat rijtje afwerken. En zorgen dat ik de goede maker heb staan. En dan kom ik er wel doorheen. Ja. Maar nou moet je denken van,
komt de volgende track? Moet die instarten? Of moet die van metronoom? Weet je wel? Ja. Want ik doe wel altijd alles. Eerst sowieso in het begin even metronoom. Dat ik gewoon echt zeker weet dat ik het goede tempo heb. Ja, precies. Omdat dat komt tegenwoordig zo nauw. Ik wil ook dat gezeik niet. Want ik ben best wel iemand die wel redelijk nauwkeurig weet welke tempo het is. Maar als je 4 uur bezig bent, dan word je ook moe en slapper, weet je wel? Dus dan is het ook maar de vraag of je dan nog heel betrouwbaar bent als je moe wordt of zo. Of je tempo dan nog echt klopt wat je in je hoofd hebt, of dat nog klopt. Dus ik wil ook gewoon zeker weten. Ik wil er gewoon geen gezeik over hebben. Want soms voelt zo'n artiest, die wil dat dan sneller. En dan mag het. Dan doe ik de klik uit, dan doe ik het wat sneller. Ja. Maar ik wil gewoon zeker weten dat het tempo was wat we hebben afgesproken. Dat ik altijd kan zeggen van, jongen, luister even. Zo hebben we het gerepeteerd. Ja. Anders krijg je van, hij heeft het niet goed. Wat is dat nou voor een drummer? Veel te langzaam af. Heeft hij zelf een adrenaline kick, weet je wel? Ja, dat is het. Dat kan. En dat geeft niet. Dat geeft niet, want ik speel voor hem, hè. Hij is de baas. Of haar. Weet je wel? Wat zou jij in jouw drummersleven, zeg maar, altijd nog eens een keer willen doen? Wat je nog niet gedaan hebt? Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik zou wel. Want ik ben wel. Ik had dacht vroeger altijd van. Ik wil op wereldtour, jongen. Helemaal zo met zo'n bus reizen en zo. Ja. Maar nu denk ik van. Nou, Raalt is ook wel leuk. Nou, weet je, jongen, ik speel met Jan en met Jan hebben we echt, dat is fantastisch. Het is nu even niet natuurlijk, maar gewoon van die tripjes. Dan ga je gewoon naar Japan. Dan ben je 10 dagen in Japan en dan ga je reisjes zo, een paar steden, overal 1 gig bij de 2 dagen. Kun je nog wat zien? Weet je wat, het is niet zo, je bent niet allemaal in zo'n bus onderweg op de volgende gig en weer straks weer doorrijden met zo'n bus. Je bent gewoon echt, je gaat gewoon met de bullettreinen en dat is fantastisch. Of je vliegt naar Mumbai en je doet daar 1 gig. Je bent daar 3 dagen of zo, weet je wel. Dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk nu, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat vind ik echt fantastisch. Ja. Om met die jongens onderweg te zijn, dat is altijd supergezellig. Het is een soort vakantie. En je komt ook, je vakantie. Komt overal, joh. Tot in Arangels, tot Moskou, Indonesië, Brazilië. Maar niet achter elkaar door. Ja. Vroeger dacht ik dat ik dat helemaal te gek zou vinden. Maar nu vind ik het toch ook wel lekker om weer thuis te zijn. En dan even de kinderen te zien. En dan misschien weer een keertje weer zo'n mooi tripje maken. Ja, te gek. Ja. Ja, de mensen hebben in ieder geval een leuk beeld van Marijn van den Berg gekregen. Hoop ik, denk ik. Ik heb geen idee. Ja, nee, leuk. En volgens mij is het leuk dat we nog even gaan spelen. Nou, wat had je in gedachten? Zet eens wat leuks in. Zit eens wat leuks in. Ja.
Toch leuk, met z'n tweeën dan alleen, hè? Ja. We toch nog muziek maken. Ja. Drummen. Begrijp. Ja, super. Leuk, man. Hoe lang is deze? Te lang. Lang? Hij is lang. Hoe lang dan? Meer dan een half uur.